Dankjewel dat je met mij een gesprek wilde voeren. Ik heb een aantal vragen voor je over jouw voorgaande periode dat hier voor deze opleiding allemaal plaatsvond. Wat is jouw vorige opleiding geweest? Mijn vorige opleiding was, ik zat op de HAVO, ja. Op Pieter Nieuwland College. Dat is in Amsterdam-Oost. Ja. En ik zat daar vanaf de eerste klas tot en met vijfde klas. Okay. Ik ben in klas 4 ben ik blijven zitten. Ja. Want ik had mijn thuissituatie was een beetje kritisch, zeg maar. Yeah. Maar ik heb het toch gehaald en nu zit ik hier. Ging het je makkelijk af het laatste jaar van HAVO of heb je moeite gehad? Het laatste jaar ging best wel makkelijk. Niet makkelijk, ik moest wel hard werken voor mijn examens en zo, yeah. Maar het was niet zo moeilijk als de vierde klas, zeg maar. Vierde klas was echt veel theorie en vijfde klas is, zeg maar, wat je in de vierde klas hebt geleerd, moet je in de vijfde gewoon je examen afmaken, snap je? Vier is eigenlijk meer belangrijker dan HAVO 5 is, zeg maar, het laatste stukje dat je erbij moet leren. Okay. En dan ga je examen maken. En als je nu kijkt naar jouw periode van HAVO, hoe reflecteert dat zich dat op deze opleiding? Heb je moeite met deze opleiding? Sta je er goed voor? Ik vind, als ik naar de HAVO kijk, ik vind het op de HVA wel beter gaan dan op de HAVO, man. Okay. Want op de HAVO was het, je had veel meer opdrachten en je had bijna elke week een toets. Snap je? En hier heb je, zeg maar, om de twee weken een toets en je hebt een project, dat doe je dan met een groepje. Dat vind ik leuker, want je bent dan samen aan het werk. Ja. En dus eigenlijk geef je dan voorkeur wel uit naar meer praktijkgericht dan daadwerkelijk alleen maar leren. Ja, man. En ik vind samenwerken vind ik heel leuk gewoon. Oké. Om samen met mensen. En omdat je toch wel te maken hebt in deze opleiding met samenwerken, hoe bevalt jou de groep of de klas waar we nu in zitten? Ik vind het een leuke klas. Iedereen is best vrolijk. Aantal mensen zijn een beetje gedemotiveerd, maar ik denk wel dat het door hulp. Dat heeft natuurlijk ook te maken gehad met veel mensen die af zijn gevallen, nu al. Ja. Al 8 volgens mij. Voor toen deze opleiding begon had ik toch wel een eerste indruk van jou. Weet je, jij kwam binnen als een Amsterdammer. Want je kent niet anders dan Amsterdam. Je hebt nooit ergens anders gewoond, toch? Nee, ik heb alleen in Amsterdam gewoond. Ja. Ja, weet je, dus het viel me op dat je gewoon mensen ook buiten onze klas, dat je die kende. Dus jij een soort van populair. Weet je, je kent mensen sociaal. Dus ik zie het zo, ik noem het als populair. Ja. Ik weet niet of het zo is. Binnen onze samenwerking tot nu toe constateer ik eigenlijk dat jij, ondanks dat mijn eerste indruk van jou was een beetje cool, een beetje gewoon sociaal aan andere mensen en misschien een beetje niet te serieus, ja. Dat je toch wel redelijk gemotiveerd bent in deze opleiding. Je vraagt ons wanneer gaan we een project werken? Moet het vandaag doen, het moet af. Toen altijd een beetje pressure zitten achter. En dat ervaar ik positief in jou. Ja, hoe zie jij jezelf hierin? Ja, ik zie mezelf er best wel in. Want op de HAVO heb ik vaak gehad bijvoorbeeld dat je verslagen moet maken. Ja. En dat het pas de laatste dag gebeurt. Maar. En dat wil ik. Juist op de HVA wil ik dat voorkomen, omdat je dan juist gaat struikelen. Ja. En ze zijn hier, op de HAVO zijn ze niet zo heel streng, maar ook dan op de HVA. Maar ik vind dat ze zijn hier gewoon erg straight, snap je? Ja. Straight to the point. Ze willen gewoon deadlines. En als je het niet hebt, dan heb je het niet. Heb je het? Dan is het weer gelukt. Ja, klopt. Nou, naast dit dat je gemotiveerd bent. Wat ik net ook al merk, je toont initiatief, weet je. Misschien hebben we het helemaal niet erover, maar dan kom jij opeens van, we moeten dit en dit opmaken. We gaan vandaag even aan werken en dan gaat iedereen door gaan werken. Naast deze positieve punten zijn er ook eentje waar ik zo aan kan denken, die de afgelopen paar keer zijn voorgekomen. Is dat jij, ondanks dat je veel initiatief neemt om aan het werk te gaan, dat je toch wel een beetje afwachtend daar in bent, snap je? We zitten op de locatie, we willen aan werken, maar we zijn een beetje aan het lachen, weet je, het hoort er allemaal bij, sociaal. En dat je op het punt dat we met één laptop zitten en moeten denken van, oké, wat gaan we typen? Dat je dan een soort van beetje
je dwaalt niet af, maar je wacht tot iemand anders inbreng heeft. En dan vul jij hem een beetje aan, snap je wat ik bedoel? Naast dit is dat je bijvoorbeeld in de kennislesweek, we zijn altijd aanwezig. Alleen dat je soms iets meer punctueel kan zijn. Punctueel bedoel ik gewoon dat jij op tijd in de les bent. Mama, soms kom je een kwartiertje later, weet je. Met verkeerde problemen, kan je niks aan doen. Alleen dat valt mij wel op in de afgelopen tijd. Ja. Snap je wat ik een beetje wil zeggen? Ik snap het wel. Zoals je zegt, ik ben er wel bijna elke les. En misschien dat ik 5 minuutjes later komen wil. Ja. Dat kan. Dat is wel een paar keer voorgekomen. Maar je kan van mij wel verwachten dat ik er gewoon elke les ben. Ja, precies. Vooral bij het project. Ja. Ben ik sowieso. Nou, dat was het eigenlijk toen. Dankjewel. Dank.